Goed, die hebben ze gestolen, die hebben ze nou verbeterd. En ze brengen alles gratis op de markt, in tegenstelling tot Ripka. Dus dan weer Ripka een beetje te ruïneerd. Is dat het frisse 99? Nee, dat is het frisse. Dat is Firebird, Ippolito, Robolito, Ivanhoe. Dat zijn allemaal nieuwe engines die de markt verstormen. En allemaal met Ripka eigenlijk. Beter. Ja, beter zelfs. Ja, 50 edelpunten beter dan Ripka. Dus, laten we een beetje doorwezen. Dus, ja, zal ik even kijken wat ik ga downloaden. Ze kunnen, als je de site wil weten, chesslogic.com. Ja. Dus chess, C-H-E-S-S, L-O-G-I-K. Ja. .com. En daar kan je ze downloaden. Ja. Firebird is de beste, zou ik nog maar even zeggen. Maar, het is leuk hoor, ze zijn heel verschillend. Het is wel grappig om te zien in sommige stellen. Maar goed, dat is ook weer de ingewikkeld. Ik heb er niks. Omdat ik zelf geen tijd gespeeld afgelopen weekend. En ik een leuke tijd had van een goede vriend van mij, Arjan Severijn. Overigens ook de jongen waarmee ik samen schaakvideo's.nl had doen. Hij had een leuke tijd gespeeld, de interne clubavond. In Bergen op Zoom, niet zo dichtbij dus. Hij heeft zelf 2150, 2200. Maar hij was altijd een best creatieve speler. Dus hij, ja, het was wel een leuke partij op het bord en wat een hele dynamische stelling, dat was leuk om te zien. Hij speelde tegen Patrick Speek. Ongeveer 2000 heeft hij, dus kan ook een aardig potje schaken natuurlijk. Arjan Severijn was wit. En er komt Cypriaans op het bord. Paardje 6, D4. Slaan, paard D4. Dat is over bijna schokkens. G6. Ja, dit is wel wat minder gebruikelijk natuurlijk, het namelijk gezet paard op 6 is gebruikelijk. G6 kom je in wat draakachtige structuren terecht, dan nu iets versneld, een versnelde draak kom je in terecht. Wist gewoon niet kiezen voor de Marokkse opstelling, onder andere uit mijn partij Dankzij de Korus tegen de Noorse 3. Ik kreeg dit op een bord, goed in deze tijd het paardje 3 gespeeld, dat ook gewoon prima kan. Koper G7, over E3. Zijn allebei niet echt de opening experts, maar was meteen erbij klappen. D6, ook C4. Ja, op zich gewoon normaal zetten wit ontwikkeld zijn stukken, zwart doet hetzelfde eigenlijk. Niet heel veel bijzonders tot nu toe. Waarschijnlijk kom je als het goed is weer in de normale draak terecht, maar dat hoeft niet per se, paard of 6. F3. Op zich zit je nu, als je bijvoorbeeld kort blokkeert, dame D2, loper D7, lang blokkeert, dan zit je weer in een normale draak. De met 6 wisseling kom je er ook nog in terecht. Maar goed, voor de kenners is dat. Deze partij is dat niet gespeeld. F3, want als je kort blokkeert bijvoorbeeld, krijg je een paard G4? Kort blokkeren is vaak nooit het plan met wit hierzo. Kort blokkeren is nooit het plan met wit, omdat je altijd op deze spel gaat aanvallen, omdat zwart altijd kort blokkeert. Maar het punt is als je meteen daar weer tweede, dat je dan in dat paardje opnieuw door krijgt. Ja. En dan die loper die ga je echt nodig hebben, want dit is de sterke loper van zwart. En die moet je eigenlijk neutraliseren met deze loper, en die wordt vaak met loper uit gedeeld. En omdat je vaak zo'n opstelling aanneemt, en als je dan die loper mist, je ziet direct dat er al heel veel gaten in die stelling. Die zwarte velden zijn verzwakt. Nu lijkt het niet zo erg, maar dan ga je later geen problemen mee krijgen. Dat is, dat komt altijd wel. Er wordt ook wel loper G5 gespeeld, hoor. Even kijken hoor, dan raak je hem volgens mij, als het nog dan ga ik blijft, een paard kwijt. Een paard kwijt gebruikt, ja. Ja, klopt inderdaad. Want dit vind ik al niet. Nee, dus nou, sorry, had eerst F3 opgespeeld en het komt erop zelf in dus dan maakt het niet zo gek van uit. Maar zwart ging niet voor het normale ontwikkelingsplan, zwart speelde hij paard D7. Oh, vreemde zet, twee keer hetzelfde stuk zetten. Gaat ook naar achter, blokkeert zijn eigen loper. Goed, het overvalt deze diagonaal. En het geeft zwart de mogelijkheid om misschien naar E5 te gaan. Die we proberen veel C4 te pakken. Dat is vaak wel een plan als je bijvoorbeeld het volgende paard hier kan krijgen. Doe je op zich wel goede zaken met zwart. Dan weet je wat het lopers voor een paard te ruilen. En als het goed is, haal je dan zelf mooie lopers open met een mooie diagonaal. Dus dat kan het plan zijn. Het ziet er nog omslachtig uit. Hij heeft niet het eerste beste zet die aanmerking komt eigenlijk. Maar goed, creatief, dat wel. Nou, wist wel dame D2, niet echt onder de indruk van wat zwart allemaal doen is. Gaat gewoon door met zijn eigen ontwikkeling. A6. Het is een beetje gek, want nu gaat zwart een beetje twee ballen tegelijk doen. Hij gaat een
zo'n normale IDE een beetje doen. Dus met A6 en bijvoorbeeld B5. Terwijl hij net een juist het idee had om met zijn paard naar E5 te gaan waarschijnlijk. Dus hij gaat hem twee dingen mixen, dat zorgt altijd een beetje voor problemen. Nooit verstandig. Ja, dat is altijd één plafverlies op tempo. A6 is niet echt helemaal nodig hier zo. Goed, wissel op A3. Om vast die loper een veld op A2 te geven om heen te gaan als die paarden echt verdedigd worden. Je zou denken dat A4 logischer is, misschien een keer B5 wil voorkomen. Maar dit is bezwart ook wel een beetje de structuur. Je houdt het veld B4, wat dan een beetje een gat is voor een paard. En als je ook nog intentie hebt om lang te rokeren ofzo, is dat niet echt prettig. Dus A3 heb ik ook bij prima zet. Nou, toen ging het paard er dan naar E5. Ja, nu is A6 een beetje een verloren zet, want het lijkt alsof dit hetzelfde zet heeft verloren met A3, maar voordat tot nu dat die lopen naar A2 gaat, hoort het verschil. En nu komt zwart inderdaad een paard A5. En die intenties zijn vrij duidelijk uiteraard. Als de vraag tot goed is natuurlijk. En de vraag is nu een beetje hoe dit nou het beste zwart span kan dwarsbomen. Want als je lang zeggen. Ja goed, de dreiging is vrij eenvoudig. Je krijgt die met een dubbele aanval, maar nog die loper eraf te slaan. Dat is in feite het plan. En dat moet echt voorkomen worden, anders hebben we een probleem namelijk. En de vraag is hoe we dat het beste aan kunnen pakken. En de loper verplaatsen. Ja, lopen is niet kunnen we verplaatsen inderdaad. De dame. Ja, naar F4. De dame E2. Naar E2, ja. Dan B3? Nee, dat is niet goed. Dan B2, dan gaat het. Dan A6. Zoals zei je? Nee, ik denk dan B2. Dan B2, ja. Lijkt mij dat wel. En we komen meteen paard C4, hè, dan B2. Nee, dat kan nog niet. Dan is het moment dat je een beetje van je plannetjes afwijkt. Je laat je een beetje meezuigen in het zwarte deel eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk wil dat hij daarom deze diagonaal dat je die loopbaan dus kan spelen. Maar als zwart nu bijvoorbeeld iets van B5 doet, dan zit dezelfde dreiging in de stelling. Okay. En is de vraag of daarmee 2 nou wel nuttig is geweest. Aangezien B5 wel nuttig is, want dat is gewoon een standaard set die zwart moet spelen om te ontwikkelen natuurlijk. Dus de vraag of daarmee 2 het gewenste resultaat heeft. Hier zo. Goed, je hebt inderdaad nog een ding als loopbaan A6. Alleen dat is een beetje tricky, want het ergens lijkt wel het materiaal te zien bij paars C4.